Uh, Oké. Okay. Ja. Ga maar even in de spagaat. Yo, kijkers, mijn naam is Dante en welkom in een nieuwe video van Roblox. Vandaag spelen wij het spel Animal Tycoon. In deze game gaan wij onze eigen dierentuin bouwen. Als eerste wil de game dat wij een walkway gaan bouwen voor 0 dollar. Hey, Hé, dat is best wel een goede deal. Gewoon dit hele mooie pad met een bankje en een bloemetje en een bijtje. Dat allemaal voor 0 dollar, dat is best wel sappig. En waarom staat hier een ei? Mensen, wat komt eerst? Het kip of het ei? Dit is bewijs dat het ei als eerste was. Het volgende wat we gaan bouwen is een entrance. En oh my jeetje, Mina! Oké, okay, dit is meteen al wel echt een joekel van een entrance. Kijk hoe groot dit is. Um, Oké, okay, het volgende wat we kunnen bouwen is een parking lot. Die is alleen 1500 dollar. Dat vind ik een beetje duur. Of te, tenminste, ik kan het helemaal niet eens betalen, joh. Uh, dus het volgende wat we moeten kopen is de front desk. En dit is wel echt een officiële dierentuin. Een paar maanden geleden had ik ook een soort dierentuin, Tycoon. Maar dat was een beetje een amateuristische dierentuin. Leek ook een beetje op zo'n mobile game: hoe alles was gestructureerd. Dat alles precies vierkant is. Maar dit. Lijkt een beetje op een officiële dierentuin, vind ik. Wat ben je aan het doen? We hebben nu al een clown in de dierentuin. Volgens mij heb ik die niet ingehuurd. Ja, ga maar weg. Doei. Psst. Psst. Dan heb ik iemand voor de receptie ingehuurd. En die staat vervolgens. Voor de Bali, alsof je een klant bent, zeg maar. Je hoort zeg maar daar te zitten. Ik snap dat ik um, vergeten ben om een poort te installeren voor de Bali. Maar je kan er gewoon overheen klimmen hoor. Wat is dit ook trouwens? Oh, hier kunnen we ons geld collecten. Wauw, dit is tot nu toe wel het sixte van de dierentuin. Hier zit zoveel geld in. Het lijkt een beetje op zo'n Pokémon PC waar je Pokémons uit kan halen. En dan met een uh, Mega Koala en dan een soort plantje. Wow. Hoorden jullie dat? Is dat een of van soort mythisch beest? Ergens in een grot of zo die nog nooit gevonden is. Zijn de dinosauriërs teruggekeerd op aarde? Maar voor nu kopen we eventjes een muur. Kopen we hekjes? Oh kijk, dit is echt officieel joh. Oké, okay, dit is wel... Dit gaat een grote dierentuin worden als je zoveel hekjes hebt. Oké, okay, gates. Hoppa, die kopen we hier. Planten kopen we. Ik weet niet waarom die knop rood was, maar het zal wel. Nog meer planten. Dan kopen we hier ook lampen. Kijk, dan ziet het er. Oké, okay, ik wou net zeggen, dan ziet het er iets gezelliger uit. Dit is echt de meest steriele kamer die ik ooit heb gezien. Gewoon die lichten, joh, dit is zo ongezellig. Dat ze nu ook bij ons op school geïnstalleerd. M mijn school, mijn middelbare school, is altijd extreem donker. En ik hield daar wel van. Maar nu hebben ze dus lampen geïnstalleerd in het plafond. Ook heel het plafond is eruit gehaald en zo. En nu ziet het er voor een of andere reden nog minder gezellig uit. En dat vind ik knap. Als je eerst geen lamp had in de gang en het super donker was, hoe kan je het nog minder gezellig maken? Ik vind het echt wonderbaarlijk, maar het lijkt een beetje op dit, zeg maar. Oké, okay, nou, we collecten weer even ons geld. Nu hebben we over de 1k. Mensen, we gaan rijk worden met deze dierentuin. Wat heb jij ook voor shirt aan? Kom op. Ik heb nog geen dresscode aangegeven, maar ik dacht dat jullie je wel konden gaan dragen voor de eerste dag. Nou, dit is dus het begin van onze dierentuin en het ziet er niet uit, om heel eerlijk te zijn. Het eerste wat je hebt is... Stenen, tegels, allemaal aangelegde zooi. Geen één stuk natuur. Dat is gewoon allemaal plat gewalst, zo te zien. Ik denk dat we voornamelijk de groene knoppen gaan kopen. Want uh, de groene knoppen geven volgens mij meer inkomsten. Want kijk, als we op deze drukken, krijgen we nu 13 dollar per seconde. En bij deze niks. Dus we gaan alleen maar op de groene knoppen drukken. Oh, dit ziet er op zich best wel leuk uit. Kijk dit. Je kan hier naar links lopen en dan hier naar boven. Het ziet er wel zo eentonig uit. Kijk dit. Het is letterlijk gewoon één oppervlak. Um, dan kunnen we hier nog een pad kopen. Oh, wat jeetje Mina. Koop ook ineens een heel decor. Oké, okay, ja, nu ziet het er wel ietsje leuker uit. Ja, oké. Okay. En dit hekje ziet er ook wel grappig uit. Um, maar wat is dit dan, natuur? Oh, hier aangelegde natuur. Nice. Oké, okay, voedsel. Oh, oh, hier komt ook een dier. Oh, oké. Okay. Oh, dit is daadwerkelijk een enclosure. Ik dacht, dit is gewoon letterlijk natuur. Gewoon een natuurstukje, omdat hier nul natuur is. Uh, maar hier gaat dus een dier komen. Hier zijn allemaal cactussen en vruchten en zo. Ik ben hartstikke benieuwd wat voor dier er komt. Oh, wat? Oh, mensen. Dit is toch lief? Schilpadden zijn. Wel een van mijn favoriete dieren. Ik heb zoveel favoriete dieren. Dieren zijn gewoon geweldig. Maar dit is zo schattig, mensen. Dit is blijkbaar een soort woestijnschilpad. Oh, en hier zijn er nog veel meer. Oh, dit is zo cool. Yo, bro. Oké, okay, deze is uh, versteend zo te zien. Oh, maar kijk, jij beweegt. Um... Oké. Okay. Ja, nee, doe dat maar. En dit is gewoon echt te lief voor woorden. Nou, ik spring weer eventjes uit de exhibit via de cactus. Ik heb uh, voeten van staal of zo. Ik heb geen idee. Nou, dan kopen we nu eventjes... Uh, ja, dit is allemaal vrij nutteloos. I mean, het is leuk, maar ik verdien hier geen geld aan. En ik bouw deze dierentuin voor de money. En wat deed jij hier trouwens? Volgens mij was jij hier net aan het dansen. Ben je nou mij aan het tonten? Dit zijn echt de raarste gasten die ik ooit heb gezien. Nou, we kopen even wat decoratie. Dit is echt... Oké, okay, nou, dan een bosje. Oh, nu moet, ik nu moet ik ineens de decoratie loskopen. Nu moet ik stenen loskopen en bosjes. Daar kon ik gewoon alle natuur in één keer kopen. Ja, ik zie hoe dit werkt. Dan word ik geteased met een lekker, lekker makkelijk bouwproces. En nu word ik gewoon genaaid. Oké, okay, bush. Hier, ik zei toch dat er mythische beesten waren. Hier, wedden dat er unicorns komen. Oké, okay, dan hebben we hier voedsel. Ja, ik zei het je. Ik zei het je. Dit is confirmed. Ik had gewoon gelijk. Wat is dit nou? Ze zien er wel een beetje, een beetje shookt uit. Wat is dit in hemelsnaam? 20 minuten. Oké, okay, uh, dat redden we misschien nog wel in deze video. Ik heb dus een Unipick gekocht. Ik weet oprecht niet wat er uit gaat komen. Dat zullen we wel zien. Misschien halen we, misschien stop ik de video eerder omdat ik er helemaal klaar mee ben. Ja, dan moet je het maar zelf bekijken. Dan moet je maar zelf het spel gaan spelen. Oké, okay, we hebben intussen ook een informatiebord gekocht. Ja, dit lijkt op uh, de kunst van tegenwoordig. Uh, dan kopen we voor de rest ook even planten, een lamppost, een, uh, een booth, nog een booth. Oh, wat is dit? Oh. Oh, kan je dan er eentje vasthouden ofzo? Dat je dan hier betaalt. En dan mag je naar binnen. Oh wahm. Ik had het eigenlijk wel verwacht. Aangezien we ook letterlijk hier een paar meter verder een Unipig-enclosure hebben, is dit eigenlijk helemaal niet zo gek. Ik weet niet zoveel van inktvissen, mensen. Maar we leven dus in een wereld waar inktvissen daadwerkelijk banen hebben en gewoon leven met ons, oké? Okay? Hey, dat zou best wel sick zijn, even eerlijk. Oh, en hier van robot. Oké, okay, en hij is heel raar aan het stuiteren. Doe maar een beetje normaal, hè. Anders zijn mensen een beetje weird out als ze hier, hier aankomen. Dan kopen we even een fontein. Planten, lamppost. We kunnen hier nog vlaggen kopen. En pathways. Oh, ik had wel iets meer verwacht van de vlaggen. Uh, ja, we kunnen hier meer pathways kopen. Maar hier zag ik een groene, groene knop. Hier in de in, in, in corner of my eye. Ja, ik ben, ik ben alert, mensen. En hier kunnen wij dus geld verdienen. Wanneer ik ergens geld kan verdienen, dan kan ik dat gewoon met al mijn zintuigen. kan ik dat gewoon detecteren. Ik ruik dan de monies. Oké, okay, voedstal. Waarom zit jij in... Oh, oké. Okay, nee, ja, nee. Ik heb niks gezegd. Laat maar. Oké, ja, dan kopen we een ice cream stand. Oh, dit is best wel leuk. We hebben een huisje gekocht. En hier binnen kunnen wij de stands gaan maken. Hier, hier hebben we ook een drink stand. Een higher staff. Oh, wat dit is leuk. Hier, dit is een zeepaardje die hier drankjes aan je verkoopt. En hier Sneeuwman die ice cream geeft. Hé, hey, dat, dat is wel een zieke joke. Oké, okay, kunnen we ook naar binnen? Oh ja, yo bro! Oh, dit is sick. Het is hier wel een beetje leeg. Dit is volgens mij gewoon een façade die we hier hebben opgebouwd. Waarom heeft dit zo'n patroon? Dit slaat echt nergens op. Oké, okay, dan kopen we even een bankje. Waarom heeft deze ice cream winkel ook zo'n disturbing nummer? Dat is iets wat je in Five Nights at Freddy's hoort wanneer Freddy Fazbear komt. Het heeft ook die grond van een pizzeria. Of van een wc. We zijn blut. Oh, maar gelukkig kunnen we hier gewoon weer uit de ATM halen. Kijk, dat is echt super chill. Oh ja, trouwens, ik was laatst nog in de dierentuin. En het was best wel leuk. Het, uh, het was heel erg leuk. Ik wist ook wel dat ik het leuk zou vinden, want dieren zijn gewoon leuk. Ik vind het altijd leuk. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Het is altijd leuk om heel eventjes bij zo'n hok te wachten. Zeg maar bij zo'n enclosure. En dan gewoon een beetje het gedrag te bestuderen. Dat is veel leuker dan dat je langsloopt en denkt, hé, hey, dat is een papagaai. Oké, okay, en we gaan door. De keer hiervoor dat ik naar de dierentuin ben geweest, was tijdens een Pokémon Go opname. Ik heb letterlijk naar geen één dier gekeken. Ik heb alleen die Pokémon-video gemaakt. Oh, wat? We kunnen um, gasten kopen. Dit slaat helemaal nergens op. We kunnen dus meeuwen zonder gezicht kopen. Hier ligt dan ook een, een mythische taart. En hier liggen kippen. En mega patat. Oké, okay, bar tables kopen we hier. Dan hieren we hier wat staff. Oh, oké. Okay. Dit is wel leuk dat ze overal van die mannetjes hebben. Oh, en hier, hier komt zo meteen een giraf, mensen. Gewoon precies hier. Nou, goed om te weten. Dan kopen we ook even een pizza stand. Higher staff. Oh, en dit is een muis. Dit is ratten Nou, dan kunnen we hier nog wat hekken kopen. Maar ik ga hier voor de pathway. Want hier kunnen wij dus heel veel dingen neer gaan zetten. We kunnen hier vogels neer gaan zetten, giraffen. Wat? Dit is insane! Kom hier letterlijk alleen zebra's. Nee, toch. Ook al wat meer hoop ik. Hier, we kunnen een viewing tent neerzetten. Met benches. Oh, dit is zo so sick! Oh, dit, dit is oprecht best wel cool. Deze tycoon is echt heel erg goed. Bankjes, voedsel. Oh, kijk, die kunnen ze hier lekker dichtbij komen. Oh ja, en die giraffen kunnen ook lekker dichtbij komen. Ik weet niet of jullie het doorhebben, maar de afgelopen jaren ben ik uh, wat zuiniger geworden met geld. In de oude Roblox video's gaf ik zoveel Robux uit, kocht ik een auto van 100 euro in Mad City. En nu, ik heb denk ik twee keer Robux uitgegeven het afgelopen jaar. Ik ben ook echt die Robux aan het. Dekker gewoon. Ik wil niet heel veel zeggen, maar deze giraf vind ik een beetje een anticlimax. Nou, voor de rest komen we een parasol. En we vergeten die giraf, maar dat is een beetje. Ik had er iets meer van verwacht. Nadat we alle, alle shopkeepers hier zagen. We hadden de sneeuwman. Die muis of rat, ik weet niet wat het is. Die burger. Zien er allemaal heel erg leuk uit. En dan is de giraf een beetje mit. Oh, dit is cute, mensen. Dit is zo so cute. Ah, dit is toch geweldig. Oké, okay, dan koop je hier ook even nog een animal. Oh, dit zijn meer zebra's. Al oh, wat leuk. Oh, en hier kunnen we ook een speciale baby-animal kopen. Dit zijn toch ook al baby-animals? Maar ik heb hoge verwachtingen van deze knop. Hij is wel goedkoper, maar je komt natuurlijk ook wel minder massa's. Snap je wat ik bedoel? Maar ik ben hartstikke benieuwd. Ik ben hyped. Ik ben hyped. Oké, okay, baby-animal. Oh, mensen, dit is zo cute. Uh, Oké, okay. ja, ga maar even in de spagaat. Mensen, ik heb het nu pas door. Dit ei is niet 20 minuten. Dit ei is 20 uur. Oké, okay, nu hoeven we ook niet meer hype te worden voor het ei. Want ja, die komt toch niet uit. <laughs> ja. Dat is een beetje hopeloos nu. Nou, we kopen hier eventjes een floor. Kunnen we ook geld verdienen hier? Of is dit allemaal zonde van het geld? Nou, ziet het er natuurlijk wel leuk uit. Nou, ziet een wc er ook weer niet zo leuk uit. Closets, stalls. Oh ja, hier sinks. Oh ja, verdienen geld aan de sink. Je moet een muntje een muntje in de wc doen. Um, Oké. Okay. Oké, okay, we hebben de Weep gevonden. Doet een Naruto run in de wc. Doet. Wow! Doet zo om de deur open te maken. Maar oh, deze is aan het springen. Die probeert uh, zo. Joe, zebra. Die weet helemaal niet eens dat je daar staat. Die geeft echt niks om jou, bro. Het heeft niet heel erg veel zin om daar te gaan springen. Smash eventjes op die like als je deze video van Roblox en de Montycoon super awesome vond. En dan zie ik jullie bij de volgende video later.